Ik heb hier gisteren bijna een ongeluk gehad. Opeens kwam er een auto echt keihard. En toen reed hij me bijna aan. En toen was ik er tegen dat hek aangeknald. Dat heeft ermee te maken dat het fietspad hier aan de overkant is afgesloten. En fietsers moeten nu over de weg. En dat kan soms leiden tot gevaarlijke situaties. Is het wel eens bijna fout gegaan? Ja, één keer wel. Want toen stonden er auto's aan de rechterkant. Stonden vast en kwam een auto naar beneden. Dus toen zat ik een beetje vast. Er zit geen schot in de werkzaamheden in Oudekerk, waar de brug over de Amstel wordt vervangen. Het fietspad is al maandenlang afgesloten. Want ik zie hen daar nooit werken of zo. Dus ze hadden gewoon dat fietspad er kunnen laten, zeg maar. De gemeenten Amstelveen en Ouder Amstel hebben een brief geschreven aan de provincie met de vraag of het werk aan de Oranjebaan snel kan worden afgerond. Het is best wel irritant en we wachten ook heel lang op die brug. En zijn ze elke keer met hekken en moeten we weer wachten en omleidingen en dat soort dingen. Het is niet alleen gevaarlijk, fietsers staan ook lang te wachten op groen licht. Ik heb een keer een half uur gewacht totdat het hier, dat we normaal konden oversteken, zeg maar. Soms heb ik ook het gevoel dat je wacht op niks, want dan staat alles op rood. En je moet je extra gaan haasten, omdat het wel langer duurt of zo. De provincie heeft laten weten dat het fietspad in januari 2020 hersteld wordt.